Dit is HHCTV, mede mogelijk gemaakt door Rent & Go Huurwagens en Studio 28 Videoproducties. Noordwijkerhout, het toneel voor VVSB tegen HHC. Eerste vrije trap in de wedstrijd is er voor Skodran Metaj. En zijn bal verdwijnt over het doel. Vorig jaar verloor HHC in het allerlaatste momentje van de blessuretijd. En dat betekende dus een 1-0 nederlaag. En nu een goede kans in eerste en in tweede instantie. Maar beide ballen verdwijnen niet in het doel, omdat Sander Daners goed zijn mannetje staat. 26e minuut wedstrijd. Opnieuw VVSB. Dat sterker was dan HHC. De eerste 10 minuten van de wedstrijd waren voor HHC. Daarna nam VVSB het over. En hier is het slordig uitverdedigen. Maar wel een goede redding van Sander Daners. Maar het gevaar nog niet geweken. Opnieuw Sander Daners. Goed gered. En dan mag HHC van geluk spreken. Daarna is het wel raak. Doelpunt van Verlaan. En zo staat HHC op een slecht veld. In de kou. Ook letterlijk in de kou. Want dit is natuurlijk niet goed. En dan kun je over clichés van pakjesavond vervroegd en dat soort dingen. Maar zo was het wel een beetje. Dit is dan wat Rob van der Leijden tegenover zet. Oeh, die bal die gaat er bijna in van Koopmans. Was een leuke goal geweest. En laten we eerlijk zijn, het had HHC ook wel aardig uitgekomen als die bal erin was gegaan. Het leek wel alsof VVSB net iets meer wou dan HHC. Oh, nou dit is echt pakjesavond. Want dit is natuurlijk 2-0. Met een onvoorstelbare blunder van Kevin Gerts. En dus is het feest in Noordwijkerhout als Mo El Osrouti dit cadeautje uitpakt. En er dus 2-0 van maakt. Ja, knullige goal. Hier kan Sander Daners ook niks aan doen. Maar het is wel ontzettend ongelukkig. Oeh, dit is een goede kans voor Werkman. Dat was wel lekker geweest. Even vlak voor rust de 2-1. Dan ga je in elk geval vol goede moed de kleedkamer in. En is er nog van alles mogelijk. Het slechtste scenario is natuurlijk als het 3-0 wordt. En dat gebeurt hier. Frans van Niel. Ja, dit is zuur hoor. Dit is voor HHC heel erg zuur. Maar hij staat wel akelig vrij. Tweede helft dan. Ja, wat kan je dan nog? Als het bij rust al 3-0 staat, voor je gevoel heb je zoiets van, nou, we pakken de bus maar en we gaan naar huis. Zeker als VVSB blijft aandringen. Maar goed, je weet maar nooit. Wellicht kan HHC nog wat. Metaj. Bouws. Voorzet wordt van richting veranderd. En Hemming kopt hem bijna binnen. Kijk, dan had deze erin gemoeten. Want laten we eerlijk zijn. Ik kan me nog een wedstrijdje herinneren waar HHC ook met 3-0 achter stond bij rust. En dat liep toch leuk af. Maar in deze wedstrijd had je niet het gevoel dat HHC het echt zou gaan keren. Dus een knappe om te missen trouwens. Nee, het wordt eerder 4-0 dan 3-1 voor je gevoel. En dat had eigenlijk puur met inzet te maken. VVSB wou meer winnen dan HHC. Het was een mooie goal geweest van Van der Assem. Die inviel. Oh. Dit was ook een mooie goal geweest. Maar het is een beetje zo'n avond. Waar het koud is, waar het veld slecht is. Waar de busreis lang is. Misschien is het moeilijk om je daarvoor op te laden. Ik weet niet hoe zoiets werkt in het hoofd van een voetballer.
Maar bij HNC zat het in elk geval tussen de oren niet goed, leek het. Metai. Mooie kapbeweging. En daar is Koos Werkman. Nou, 3-1. 13 minuten nog. We hebben gekkere dingen gezien. Dan leeft de HNC toch weer een beetje op. Doelman staat ook lekker trouwens. Maar Werkman doet dat toch goed. Hemmink. Manuhutu. Metai. Balverlies. En dan is het ineens... linkerboel. Goeie redding van Danes. Die is hem dan heel even kwijt. In dat moment kost hem de kop. 4-1. En daar zit hij in het slot. Opnieuw Mo El Osrouti. Zijn tweede doelpunt van de avond. Kijk, dit doet Danes nog goed. En dan is hij heel even die bal kwijt. En dat geeft El Osrouti de kans om het alsnog af te maken. Van der Leij maakte dan nog 4-2 van. Maar het is een doelpunt voor de boeken. Waarin een nederlaag komt te staan voor HAC. Een overwinning voor VVSB van 4-2. En dus is er werk aan de winkel voor Gert-Jan Karsten. HHC TV is mede mogelijk gemaakt door Rent & Go Huurwagens en Studio 28 Videoproducties.